Eigenlijk best lekker. Ja. Zie je nou wel. Maar het is natuurlijk niet best voor je gezondheid. Wat? En je kan er om een beter geen gewoonte van maken. Maar één zo'n sigaretje na het vrijen... dat zou wel geen kwaad kunnen. Otto. Ja? Maar vond je het vrijen dan niet heerlijk gaan? Ja hoor. Zullen we dan meteen nog maar een keertje? Tja. Vertel nog verder. Hè? Oh, nou, toen kreeg ik een vreselijk ongeluk. Nu even to the point. Jij ligt op sterven. Nou, een klein kansje maak ik me wel. Jij gelooft niet... Maar wat is er nou opeens, schatje? We zijn er toch fijn samen? En geloof me nou, het komt weer helemaal goed en dan kan ik weer alles. Er is een ander, Otto. Nee hoor, iedereen is weg. We zijn lekker samen alleen. Ik ben op iemand anders verliefd geworden. Ik kan echt niks aan doen. Ik had het jou veel eerder willen vertellen, maar ik kwam er steeds wat tussen. Begrijp het, Irene. Moet je ook verder met zo'n wrak als mij? Dat is het niet, Otto. Ik ben gewoon op die jongen verliefd geworden. Ik vind het zelf ook vreselijk. Maar het heeft echt niks met jou te maken. Ik begrijp het. Begrijp je het? Het is net als toen ik verliefd op jou werd. Hoe heet hij? Wat doet dat er nou toe? Oh ja. Irene? Ja? Kom je dan nog één keer bij me in bed liggen? Niemand rekende er nog op dat ik levend het Toon Hermans ziekenhuis zou verlaten. Behalve Irene dus. Want anders had ze het niet hoeven uitmaken. Maar je hebt het toch gehaald en Irene is weer bij je teruggekomen. Nee, het is niet meer goed gekomen. Het was gebeurd. Klaar, over, fini. Goh, lullig voor je om zo aan je eind te komen. Want je had nog allemaal leuke plannen, vertel je me net. En dood is natuurlijk wel dood. Maar ik vind het veel romantischer om van puur liefdesverdriet ergens weg te kwijnen dan door zo'n dom auto-ongeluk. Of heeft Irene's opzeggen van de liefde je afscheid van het leven toch versneld? Hé, wat bedoel je nou? Ik zit hier toch? Of dacht je soms dat ik iemand anders was? Hé, verdomme. Had ik me even helemaal mee laten slepen. Waarom vertel ik je dat eigenlijk allemaal? Ja, ik weet het niet, maar ik vind het wel prachtig. Oh ja. Ja, jij hebt nu meer kans om die Jolande van jou weer te ontmoeten dan ik destijds had om het er levend vanaf te brengen, nou? Volgens mij probeer je hem alleen maar op te vrolijken. Hey, Otto, reuze leuk je ontmoet te hebben. En bedankt voor die indrukwekkende kansberekeningen. En je leest het nog wel in de krant. Wat moet ik in de krant lezen? Een huwelijksaankondiging met Jolanda. Of het bericht van mijn zelfmoord. Dat zetten ze dan nooit meer in de krant. Er komt hooguit te staan, jonge man overreden door de stoptrein Dalden Rochelten. Meer niet? Die daardoor een kleine vertraging opliep. Dat kan nooit, want die lijn is onlangs opgeheven. Verdronken in Egelpunt bij Nijmegen, die daardoor voorlopig niet meer zal klinken. Hoe die klonk? Nou, één zo'n lijk heeft nauwelijks effect op dat echo-effect. En bovendien ligt de Egelpunt bij Apeldoorn. Waarom zou ik daar helemaal naartoe gaan? Je mag er pardon maar wel iets voor over hebben. Dood door vergiftiging na het drinken van een slokje water uit de Waal dan. Burgemeester Valdera heeft er zojuist een complete zuiveringsinstallatie doorgedrukt. Of die dingen nou echt goed helpen is nog maar de vraag. Hoe dan ook, er zal in de krant geen letter over instaan dat het zelfmoord betreft. Probeer het maar eens. Dan zul je het zelf wel lezen. Reeds. Chef! Otto! Ik wil nooit meer zijn ziekenhuis. Oh, stop. Opnieuw. Zo begrijpt niemand er iets van. Opnieuw. Ja? Otto Drissen, ben je terug uit Amerika? Nee, ik zit er nog. Nou, oh, ik zou toch zweren dat ik je hier op het bankje in het Willy Dommel plantsoen zie zitten. Verdomd, je hebt gelijk. Wat is er met dat Willy Dommelplantsoen gebeurd? Onlangs geheel gerenoveerd. Was hard nodig, zo'n facelift. Die muur daar, die is er van gemeentewegen geplaatst... om de jeugd de gelegenheid te geven de graffiti op te beoefenen. Uitgerekend nu dat graffiti gedoe op zijn laatste benen loopt.
Het is nu de grote rage om alles blinkend schoon te poetsen. Oh, dat is hier ook al doorgedrongen. In de States worden die graffiti-lui nu gezien als oude lullen. Ja. En de kids vinden niets leukers dan ze kwaad te maken door die gedateerde boel overal af te boenen. Ja. Maar middenstand en overheid zijn er niks gelukkig mee. Met al die beschilderde treinen en gebouwen, dat was een enorme toeristische trekpleister geworden. Dromme mensen, gewapend met kunstboeken en gidsen vol reproducties en routebeschrijvingen, komen zich bij VVV-kantoren beklagen. Omdat overal alle sporen van die periode zijn uitgewist. Nou, ik wil niks zeggen, maar ik zie daar duidelijk een grote kut. Precies. Ik kon daar zo gauw even niet omkomen. Zij wordt ook een dagje ouder, hè? Wie niet? Luister, jongeman. Zolang jij nog de oude Van Oekel-truc gebruikt van het gratis per spoorreizen door eenzame opsluiting in koffer, ben ik nog lang niet uitgeteld. Reeds. Kijk, zo'n tekening is eigenlijk van alle tijden. Het vagina-motief is een van de oudst voorkomende, maar ook het vallensymbool mag er zijn. Sommige terpische fases staan stijf van de penis, hè? En als je... Ja, en in de oude godschilderingen naar prehistorische mensheid werden ook reeds verschijnselen die duiden of van dat de maan getroffen. Anders zaten wij hier nu niet. Ja, mag ik even, ja? En zolang zal het met mij niet meer duren. Inderdaad, jongeman. Mijn einde nadert. Ik verbaas mij nergens meer over. Ik denk dat ik alles heb gehad. Wat kan mij nu nog gebeuren? En wat zal ik nu nog doen? Zijn er nog gesloten deuren? Nieuwe geuren, nieuwe kleuren. Is er nog een volgend visioen? Of blijft er bij herinnering aan toen? Waarmee ik het moet doen, moet ik niet werkelijk geloven dat ik het mooiste heb gehad? Is dit het dan zo ongeveer? Is er niet meer? Toen ik het levenslicht aanschouwde, wist ik gewoon niet wat ik zag. Er was veel dat mij benauwde, nieuwe raadsels elke dag. Maar ik wist mij steeds geborgen, omringd door goede zorgen. En elke nieuwe morgen ontwaakte ik tevreden. Maakte ik er zoveel mee, maar ik had toch geen idee. Mijn toekomst lag verborgen. Wat kan mij nu nog gebeuren?